Of je nu in een ziekenhuis of geboortecentrum bevalt, het is belangrijk dat de ruimte je een goed gevoel geeft. Dat het 1. privé is, 2. veilig aanvoelt en 3. je je niet bekeken voelt. In het boek 10 Moons over de voorbereiding op een natuurlijke bevalling geeft Jane Hardwick Collins het voorbeeld van een kat. Iedereen weet dat katten ongestoord moeten bevallen op een donkere, afgezonderde plaats, in een zachtgevoerde doos, in de donkerste hoek van de verste kamer onder het bed. En iedereen die verstand heeft van katten begrijpt dat je een poes die aan het bevallen is of een pas bevallen poes met haar nestje kittens nooit mag storen, anders zal de bevalling van de poes stoppen of zal ze haar kittens verstoten. Als zoogdier ben je niet anders dan de moederkat. Als je je privé, veilig en niet bekeken voelt, maakt je lichaam endorfine vrij. Het hormoon dat zorgt voor een natuurlijke pijnverlichting en een soepelere bevalling. Als je thuis aan het bevallen bent en in het ziekenhuis aankomt met een fel verlichte kamer, onbekend medisch personeel dat luid praat en je direct wil toucheren om te kijken hoe ver je bent, kan je bevalling stagneren of vertragen. Terwijl als je je ook hier thuis kan voelen in deze nieuwe bevalruimte, dan zal je bevalling gewoon doorgaan. In deze video geef ik je tips hoe je deze nieuwe bevalruimte zo kan inrichten zodat je je ook hier thuis en veilig voelt. Ik ben Anne-Marije, geboortecoach, doula en oprichter van de Birdmind Academy. En ik hoop een heleboel moeders te kunnen helpen om van hun zwangerschap, bevalling en postpartum periode een fijne ervaring te creëren, waar ze met veel positiviteit en liefde op terugkijken. Voor meer informatie en tips, zorg dat je geabonneerd bent op mijn kanaal en druk op het belletje, zodat je geen van mijn toekomstige video's mist. Neem een doula. De bevalling is een uitdagende ervaring en aanstaande moeders hebben een sterk ondersteuningssysteem nodig om hen fysiek, mentaal en emotioneel te helpen. Als je dan een speciaal plekje voor jezelf mag maken, kies dan zorgvuldig wie er in je fijne bubbel mag komen. Een doula is een professionele geboortecoach die begeleiding en hulp biedt voor en na de bevalling. Ze is een geweldige bevalpartner om je te helpen je veilig en comfortabel te voelen in je nieuwe bevalruimte. Moet het licht uit? Ze doet het. Wil je dat er een kussen wordt opgeschud? They've got your back. Letterlijk en figuurlijk. Heb je iemand nodig om je angst te verlichten? Ze zal je begeleiden en tot reden praten. Uit onderzoek bleek zelfs dat vrouwen die voortdurend werden bijgestaan door doula's een positievere bevallingservaring hadden, omdat zij geen deel uitmaken van het ziekenhuispersoneel of het sociale netwerk van de vrouw. Licht. Dit is het allereerste punt waar ik meteen iets aan doe als ik een bevalruimte binnenloop. Je voelt je comfortabeler en intiemer als de lichten gedimd zijn wanneer je de liefde bedrijft. Zo is het ook bij je bevalling, dus doe de gordijnen en jaloezie dicht. Ook al is het klaarlichte dag en zet de lampen uit. Je kan een lampje in de badkamer aanzetten en de deur op een kier, of je neemt je eigen lichtjes mee. Je mag natuurlijk geen echte kaarsen meenemen, maar tegenwoordig heb je supermooie LED-theelichtjes, LED-kaarsen of van die fairy lights. Wanneer je in bad wilt bevallen, kan het heel erg mooi zijn om deze lampjes tussen het bad en de beschermhoes te plaatsen, zodat je ook wat licht onder water hebt. Geboortebal. Vergeet je geboortebal niet. Een goede manier om de pijn te bestrijden is het gebruik van een geboortebal. Net als je gymnastiekballen die je in de sportschool ziet, zijn geboorteballen grote opgeblazen ballen die je kunnen helpen terwijl je aan het bevallen bent. Ga met je benen wijd op de bal zitten om je gewicht gelijkmatiger te verdelen en de druk op je rug en de pijn in je onderrug te verlichten. De bal zorgt ook voor een betere bloedtoevoer naar de baarmoeder en helpt het bekken en de heupen te openen. Het kan geen kwaad om je kamer licht te versieren. Of je nu een paar fotolijstjes ophangt van je familie, vrienden, je huisdier, je favoriete reisavontuur of motiverende spreuken en geboorteaffirmaties die je in de zone houden, deze kleine maar vertrouwde herinneringen kunnen je mentaal naar een gelukkig moment brengen. Ook kan het fijn zijn om dat mooie eerste pakje van je kleintje die jij straks zal dragen op een plek te hangen ter motivatie. En een moodboard is ook een goede optie. Voeg affirmaties, knipsels van specifieke zinnen en woorden en andere opbeurende afbeeldingen toe waarop je je kunt concentreren tijdens de bevalling of de kraamtijd. Je team. Zorg ervoor dat je enkel die mensen in je bevalruimte hebt die je vertrouwt en waar je een goede vibe mee hebt die je bevalling helpen vorderen. Zoals je partner, familieleden of een doula. Als je het niet prettig vindt dat er een medisch student in je kamer is, zeg dat gewoon. Ondanks dat je dit in je geboorteplan hebt staan, kan het nog wel eens voorkomen dat dit niet wordt opgemerkt.
Maar eerlijk is eerlijk, morgen is er weer een nieuwe werkdag, maar vandaag is dit jouw bevalling en die kan je niet overdoen. Als je ongemakkelijk wordt van verschillende apparatuur dat in de kamer staat, gooi dan gerust een laken over alle onooglijke en onnodige medische apparatuur of klokken die je uit je bubbel kunnen halen. Wat ook fijn kan zijn, is om je favoriete pleat of laken over stoelen of meubels te leggen, zodat ze zachter en comfortabeler aanvoelen. Trek comfortabele bevalkleding aan, zoals bijvoorbeeld een te groot t-shirt van je partner dat naar hem, haar of jullie huis ruikt, of iets waar jij je gewoon comfortabel en prettig in voelt. Op sommige momenten tijdens je bevalling kun je het warm of koud hebben, dus een badjas kan ook altijd heel erg fijn zijn. Thuis heb je al je benodigdheden bij de hand om het tijdens de zwangerschap zo comfortabel mogelijk te maken. Zorg dat je je favoriete pijnstillers in je bevaltas stopt, zoals een warmtepack of kruik, zodat je hier tijdens je bevalling ook gebruik van kan maken. Warmtecompressen zijn een redder in nood voor zwangere vrouwen met rugpijn of een onaangenaam gevoel in de onderbuik tijdens verschillende fasen van de bevalling. Het is ook handig voor tussen of tijdens de weeën om de spanning in je rug te verzachten. Het verwarmende gevoel zal je pijn verlichten. Maak een afspeellijst met serene muziek. Muziek is een geweldige manier om je stressniveau te verlagen en je zorgen te vergeten. Dus aarzel niet om het volume van je afspeellijst tijdens de bevalling hoger te zetten. Ziekenhuizen kunnen lawaaierig zijn, dus blokkeer afleidende geluiden. Onderzoek toont aan dat het effectieve gebruik van muziek tijdens de bevalling angst en pijnperceptie verlaagt en het emotionele en fysieke comfort verhoogt. Kies een verscheidenheid aan nummers die je energiek, gemotiveerd laten voelen of juist kalm en ontspannen. Het afspelen van muziek kan er ook voor zorgen dat je je zekerder voelt bij het gebruik van geluid tijdens de bevalling. Als je tijdens je zwangerschap naar dezelfde muziek luistert, kan dat tijdens de bevalling kalmerend en geruststellend zijn voor zowel jou als de baby. Gebruik de Bluetooth-luidsprekers van het ziekenhuis als die er zijn, of neem je eigen Bluetooth-luidspreker mee, of draag een Bluetooth-koptelefoon of oordopjes als je je naar binnen wilt keren en het lawaai om je heen wilt blokkeren. Hierdoor kan je gemakkelijker het gepiep, gezoem en afleidende geluiden van de machines in de ziekenhuiskamer negeren en kan je genieten van de pijnstillende endorfines die door je lichaam worden afgegeven. Schrijf in je geboorteplan dat je graag wilt dat eventuele bezoekers in je kamer rustig en zacht met elkaar, maar ook met jou praten. En zet erin, en herinner je geboortepartner hieraan, dat ze hun telefoon op stil moeten zetten om je niet af te leiden. Ziekenhuizen hebben een bepaalde lucht. Bij sommige mensen roept die lucht per definitie al angst op. Onderzoek toont aan dat geur herinneringen en emotie triggert. Maskeer daarom de ziekenhuisgeuren met essentiële oliën. Door diezelfde essentiële oliën al tijdens de zwangerschap te gebruiken op momenten dat je kalm en ontspannen bent, bijvoorbeeld in bad, kun je diezelfde gevoelens oproepen tijdens de bevalling. Essentiële oliën ruiken lekker en ze bieden emotionele ondersteuning. Lavendel is kalmerend en ontspannend, terwijl wilde sinaasappel en pepermunt opbeurend en energiek zijn. Voeg een vleugje jasmijn toe om pijn te verzachten en ongemak te verminderen. Kies voor een elektrische verstuiver van essentiële oliën om je ziekenhuiskamer te vullen met rustgevende geuren die je een sereen gevoel geven en je in een goede gemoedstoestand brengen. Je kan ook zelf een spray maken als room of linnenspray of direct op je huid aanbrengen. Tegen je partner aankruipen en aan hem ruiken kan je ook helpen om te ontspannen. Een kussen van thuis meenemen kan ook fijn zijn omdat het ruikt naar thuis of naar je partner. Breng een beetje van thuis naar het ziekenhuis. En hoe kun je hersenen beter foppen en het gevoel geven dat je gewoon in bed ligt dan door je favoriete vliesdeken en kussen mee te nemen? Niet alleen zul je op je gemak voelen door de geur van veiligheid, maar je zal je ook gelukkiger voelen als je weet dat je de bevalling draaglijker kunt maken met spullen die jou vertrouwd zijn. Herinner je partner eraan om ook iets voor hem of haar mee te nemen, want slapen op een ziekenhuisbank of stoel is niet altijd even prettig. Eet zelfgemaakte snacks zoals blissballs, gesneden fruit en groenten met dip, een smoothie, kokoswaterijsblokjes of soep om je energie en uithoudingsvermogen te geven. Door snacks van thuis en goede kwaliteit te eten, voel je je eerder een sterker, zelfverzekerde, barende vrouw dan een ziekelijke ziekenhuispatiënt. Hoe je je ziekenhuiskamer ook omtovert, vergeet niet te doen wat jou gelukkig maakt en je helpt te concentreren op het einddoel, je nieuwe, prachtige baby ontmoeten.
Maak een planning van wat je nodig hebt en delegeer het creëren van een omgeving die privé, veilig en comfortabel is aan je partner of doula en vraag hen om dit te regelen tijdens je bevalling. Om ervoor te zorgen dat je bevalling door zal gaan als je in het ziekenhuis of geboortecentrum komt. Ik hoop dat je iets aan mijn tips gehad hebt en als je nog vragen of extra opties hebt, zet ze hieronder in de comments. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!